We hebben een onbalans in de economie. Dertig jaar lang hebben we gezien dat arbeid aan de winnende hand was, de tijd van Joop de Nijl. En de laatste dertig jaar, de tijd van Thatcher, zien we dat de macht is verschoven naar het kapitaal ten koste van de arbeid. En dat leidt tot een niet houdbare situatie, want we hebben een situatie van heel weinig economische groei, heel weinig investeringen en krimpende bestedingen. We hebben na de oorlog twee perioden gehad. Tot 1980 zou je kunnen zeggen was arbeid voortdurend aan de winnende hand. Dat leidde tot een hoge arbeidsinkomensquote. Dus het deel van het inkomen wat naar arbeid gaat, dat was in Nederland gestegen van 70% naar 95% in 1980. En sindsdien zien we de omgekeerde beweging. Kapitaal is aan de winnende hand. En arbeid verliest eigenlijk op alle terreinen. Je ziet dat aan die arbeidsinkomensquote, die is gedaald. En die stabiliseert nu een beetje. Je ziet het ook in andere landen waar de arbeidsinkomensquoten ook dalende zijn. Je ziet het aan de vennootschapsbelasting. De tarieven in de Europese Unie zijn sinds midden jaren 80 gehalveerd. Nederland had ooit een vennootschapsbelastingtarief van 48%, is nu 25%. Dus dan zie je diezelfde beweging eigenlijk versterkt doorkomen. Je ziet het in de loonontwikkeling. De reële lonen sinds het akkoord van Wassenaar. Zijn eigenlijk nooit meer dan 2% per jaar gestegen. Maar nu dalen ze al drie jaar achtereen. Dus het eindplaatje is een situatie waarbij uh, eigenlijk de macht bij bedrijven ligt. Uh, zie ook de, de organisatiegraad van arbeiders, die is dus voortdurend aan het dalen. De macht ligt bij de bedrijven. Uh, de besparingen zijn nu ook verschoven van de uh, gezinnen naar de bedrijven. In veel landen, onder andere Amerika. Uh, ...zijn het de bedrijven die sparen en niet meer de gezinnen. In Nederland geldt hetzelfde. En dan zou je zeggen, ja, is dat goed of is dat fout? Wel nu, het leidt op dit moment niet tot heel veel economische groei. De consumenten hebben het geld niet om te besteden, want hun lonen stijgen nauwelijks. De bedrijven hebben het geld wel, maar die investeren niet. Uh, wat je ziet bijvoorbeeld in de laatste uh, de juni-raming van het Planbureau... Daar zijn de verwachtingen voor de investeringen van bedrijven ex-bouw eh, eh, gedaald van plus een half procent naar min 10% procent binnen twee maanden tijd. Dus je hebt een situatie waarbij bedrijven nu minder vennootschapsbelasting betalen dan in 1996, terwijl de inkomstenbelasting 50% procent gestegen is. Dus die geweldige verschuiving ja, heeft geleid tot een situatie waarbij de macht ligt bij een partij. Die daar eigenlijk niks meer doet, want hij investeert niet. Wat kunnen we dan doen? Nou ja, je kunt daar actief wat aan doen en je kunt het zien als een grote pendulebeweging. 30 jaar was arbeid aan de, wind in de hand, 1950 en 1980. Nu is meer dan 30 jaar kapitaal aan de winnende hand. En ja, je zou moeten hopen dat bedrijven gaan inzien dat deze situatie waarbij zij al dat geld hebben, maar het niet investeren en de consumenten eigenlijk te weinig hebben om te besteden, dat ja, dat niet houdbaar is en dat zou moeten leiden bijvoorbeeld tot een andere loonontwikkeling. Want je kunt natuurlijk niet hebben dat jaar in jaar uit uh, ja, de, de reële inkomens krimpen en die bedrijven vervolgens met een zak met geld zitten waar ze niks mee weten te doen omdat ze de investeringen niet zien zitten omdat die consumenten geen geld hebben. Dus je moet de balans herstellen, waarbij, denk ik, weer meer inkomen relatief naar de loontrekkers gaat. Uh, ja, uiteraard ten koste van de andere inkomenscomponent, het kapitaal.